Yo, goed jullie kijken, dus ik loop nu hier van voor mijn bed. Ik moet even een beetje achteren, anders dan. Ja, dus, ik ga het trouwens gewoon solo doen. Omdat, ja, die Dylan die kan niet. En ik kan er nu ook even wat dingetjes gaan zeggen. Ik zou zo gaan doen, beloven. Dat er allemaal weer nieuw gaat komen voor even wat updates. Dat jullie een beetje wat dingetjes weten. Dat vind ik dan af en toe wel handig dat ik dan af en toe wel zo kan doen. Dan kan ik wel even over wat dingetjes praten, over mijn kanaal en alles. Wat zo zou komen. Sowieso, ik heb een tweede kanaal aangemaakt. Ik denk toch even nieuw, want dat is die had ik nog ergens opstaan. Wel, dat is het tweede kanaal van de Discord. Even kijken. Even denken hierheen. Dat is een beetje lekker dat we gewoon gemak over hebben. Dus ik ga daar naar Dirty. Maar in ieder geval wat. Het gaat dus een beetje echt veranderen. Terwijl waarom heb ik dat tweede kanaal gemaakt? Dat is voor de Discord wat ik al zei. Want ik heb EGE eSports. In ieder geval. Je kan altijd joinen en dan kun je vragen voor try-out als je Fortnite doet. Ja, of FIFA of een gameclip. Of als je nou Xbox speelt. Geen promotie of zo, maar ik dacht gewoon zeggen als je nou Xbox speelt omdat ik zelf het speel. En FIFA 21 staan. Dan kun je ook een potje tegen mij spelen. Want dan, ja, dat is toch Xbox. Maar speel je PlayStation, dan zou je altijd bijvoorbeeld kunnen een gameclip kunnen sturen, of als je op YouTube nu live streamt met je Weekend League of wat, dan kun je ook dan kun je eigenlijk gewoon via dan kun je mijn Discord gekoppeld van mijn YouTube, dan kun je zo zeggen, dan kun je eigenlijk zo gewoon zeggen dat het je streams. Hoe je Weekend League eigenlijk speelt, zo bedoel ik het dan, met die link. Dan kan ik op het kanaal zien, en dan zie ik dus hoe jij het speelt. Dus dat is ook wel handig, maar als je Xbox speelt, dan kun je ook altijd een potje tegen mij. Dan kun je ook wat skills en alles laten zien. Dus dat is dat, en op dat kanaal ga ik wel vandaag even een... Zo, ik moet even nieuw aanmaken. Maar dan ga ik dus een intro video maken. Waar in ieder geval wat het voor is. Dat je het wel weten. In ieder geval zullen jullie het dus wel weten. Dat is. Ik weet niet wat er dan allemaal opkomt, maar in ieder geval daar gaan dus dan minimaal montages opkomen. Een beetje van ja, potjes van Fortnite. Ik vergeet ook zeker niet de Insta te checken van EGE. Want daar komen ook wel eens leuke clipjes op. Dus daarom zeg ik, vergeet dat even niet te checken. Ja, ik wilde ja, links in de beschrijving. Oké, nu eerst die. Dus mijn Eva. En het tweede ding waar ik nu ook even ga zeggen. Over mijn kanaal. Die moet ik wel even pakken. En dat is. Ik kom er net op. Ja, ik ga de video's niet meer kei lang maken. Of in ieder geval proberen. Ja, en die gameclips, als het is zo kei lang, dan ga ik ze gewoon knippen als jullie even in gevecht kunnen zien. Dat komt gewoon omdat anders. Ik denk dat jullie het wel logisch. Ik denk dat jullie ook wel snappen waarom dan. Dat komt gewoon omdat anders kei lang duurt en jullie alleen maar een beetje. Ja, een beetje hier de omgeving zien en geen actie of niks. Of wat ik nou epic dingen vind. En jullie vinden het niet echt leuk als ik zo aan het hakken ben de hele tijd. Dus dat ga ik ook zo met duo doen.
Dat heb ik geleerd, dat heb ik ook gehoord van die Dylan, waar ik normaal heel veel video's mee heb opgenomen. Die zei ook, ja, je moet ze eigenlijk niet te lang maken, want bij YouTube kun je het best zo'n 20 minuten maken. En dan, dat is eigenlijk een beetje de goede lengte. Kan ik ook weer niet echt ophangen, want dat is de verwarming. Dus ik kan nu wel even hier even opletten. Dus daarom. En ik zal trouwens geen Arena na de 4 dat even aanzetten meer streamen, omdat terwijl ja wel nog streamen bedoel ik, maar niet meer op YouTube voor video. Ik denk dat jullie dat ook wel. Ik denk dat hij die andere guy dan al had. Trouwens, gisteren was het ook heel erg laag hier nog in. Dus met dat ga ik dus eigenlijk ook gaan doen. Dan mijn video's die zullen niet meer echt langer worden dan 20 minuten. Want dan hou je niet meer echt kijkers. En wat wil ik er nog meer zeggen? Ja, ik ga trouwens ook meer. Ik zoek trouwens eigenlijk iemand wat ook. Ja, vette designs kan maken van wallpapers van e-sports. Terwijl ik heb al een eentje, dat is gewoon een beetje standaard, die is wel leuk. Alleen, ja, ik wil natuurlijk meer, alleen ik heb nu niet echt een idee. Maar dat is dus ook wat er aankomt, er komen dus wallpapers aan, dat vind ik heel vet. Dus alleen, ja, ik moet sowieso even iemand dan zo een beetje iemand hebben wat het ook heel goed kan. Dus misschien kijkt er hier wel iemand die wat het goed kan. Dus dan zet even in reacties. Dan zie ik het graag. Bijvoorbeeld je Insta of zo. Dan via Insta kun je het laten zien. Of join even op Discord. En DM even op Discord. Je kan, want ik ga ook van het weekend trouwens, ga ik een, ja, ik wilde eerst een Fortnite bokfightje doen, alleen ik zie dat ze meer hebben gestemd voor FIFA, PlayStation, alleen dan moet ik wel de gameclips hebben. Dat ga ik sowieso eigenlijk wel nog doen, een FIFA PlayStation toernooi mee beginnen. En dan sturen hun, die wat is dan meedoen, sturen een clip op dat ze tegen die, spelen. En dan is het zo dat ze dan ga ik dus die video's maken. Ik weet niet zeker of het nou op EGE eSports komt of mijn eigen, maar anders. Ik denk op eSports omdat het iets met de server is. Vergeet gewoon zeker even niet dat kanaal te checken als ik even nieuw heb gemaakt. Want ja, ik kan er nu niet mee inloggen op mijn laptop. En ik kan dan gaat het lastig met editen. Ik kan wel kijken op mijn tablet. Voor met de mensen. Dus dat is natuurlijk ook even één ding. Wat er gaat komen. Maar ik ga ook nog meer van die events doen. Oké, hij had allemaal die shark robots gehackt.
Hij had niet echt een lekkere doen of zo. Kijk, heel fijn is dit. Heel fijn. Ja, zit dat vies? Ja, ik kan dat echt niet. Zit er naar boven? Oh, daar zit hij. Oh, dat is. Liggen niet. Hij mag lekker blijven zitten wat hij doet. In ieder geval, ik ga er vandoor. Ik ga niet op hem af. Oh, hij blijft nu altijd. Misschien kan ik dadelijk zo even schieten. In ieder geval, ik moet naar de zoon. Dus ik moet nu wel even goed opletten. Dat was eigenlijk een vies man. Dat is eigenlijk een vies mannetje. Daarom vind ik duo ook niet meer echt zo leuk. Je hebt echt allemaal van die. Ja. Zwetende kindjes. In ieder geval die kindjes die gaan alleen maar op een berg zitten of een high ground. Ik moet nu wel even uitkijken. Oké, boven hier achter die berg zit ook mensen. A few moments later. Okay. Okay. Ik wil eigenlijk nu even sowieso proberen iets nu toe te voegen. Nee! Nee, ik wil niet zeggen dat de laatste guy die... Nee, hoe? Hoe kan... hoe kan hij mij hitten? Echt serieus. Hoe kan hij mij hitten? Hoe hitte hij mij? Hoe hitte hij mij? Hoe hitte die guy mij net? Ik weet zeker. Ik had daar gewoon een muur staan. Hij hitte mij met dat ding gewoon door die muur heen. Wij zijn echt zo geglitcht. Echt die handjes, hij hitte mij met die handjes. Alleen normaal kun je niet zo erg hitten. Ik zit ver.
Een beetje, ja. Wel, ik wil zeggen leuke pick-up, maar ja, ik vind het minder. In ieder geval, en de slurp. In ieder geval de slurp. Die slurpskin is alweer. En wat leuke dansjes. Leuke web. En hier zijn dan die speciale dingen. De hulkvuistjes zijn weer. Captain America is toch. Ik vind het zo jammer dat ik nog geen. Dat ik sowieso geen, nog geen spoiler creator heb. Dus volg me echt niet op Insta. Want als ik de 1K volgers heb. En het is voor 30 november. Dan kan ik een eigen spoiler creator proberen aan te vragen. En dan als ik die heb, dan laat ik het zo snel mogelijk weten. Dan kunnen jullie mij gewoon supporten in de itemshop. Hoe vet is dat? Dus doe gewoon zeker even. Want dan kun je bijvoorbeeld dingen kopen. En dan krijg ik 5% van jullie aankoop. Dus maar in ieder geval, dat hebben we dus nog niet met dames. Doe het zeker even. Vergeet het zeker even te doen. Maar in ieder geval dus hele leuke dingetjes. Zijn die alweer. Dus die kun je dan even. Oeh, dat weet je, dat hoef je niet zelf helemaal te kijken. En vanavond is er dit, terwijl dat is een de cup, oftewel dat is voor, zeg ik nou naam goed, heb ik gedacht, Black Window, ja. Ik wil even denken, was dat nou die naam, Black Window Cup, oftewel Black Window Cup, dan moet top 1000 volgens mij halen, dat is hier ook denk ik. Ik denk dat je top 1000, dat is meestal. Maar dan krijg je dan een skin. Hier kun je het even zien. Nee, top 1200 moet je hebben. Dat zie je daar, dat is het. En dan tot 1. Dan krijg je een skin. En ja, een glider. Ik weet niet of ik goed heb. In ieder geval af zwaar krijg je er nog bij. Dus doe dit ook zeker. En dan ga ik hier de video afsluiten. En ik hoop dat jullie lekker genoten hebben van de video. Ik in ieder geval wel. Dus doe zeker even een blauw duimpje. Of zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Doe dat zeker even. Dit is gewoon heel gratis. En op dat bij klikken naast die abonneerknop dan staat. Zodat je mijn video's niet meer hoeft te missen. En dan zeg ik ze altijd. Adios.